Hi, ik ben Lucy en in dit filmpje laat ik je zien hoe je een foto kunt toevoegen aan een artikel op Wikipedia. Daarvoor gaan we eerst naar de hoofdpagina van Wikipedia. En dan zien we dat we welkom worden geheten. En hier zien we dat we niet zijn aangemeld. We kiezen hier voor inloggen. En we melden ons aan. We zien dat we zijn aangemeld en we gaan nu naar een artikel wat wel een foto zou kunnen gebruiken. Daarvoor gaan we hier naar het zoekvenster. En dan kiezen we voor een artikel waar we graag een foto bij zouden willen zetten. In dit geval het artikel van RTV Oost. We zien dat het een mooi en uitgebreid artikel is. Maar met maar één foto. En daar kan er wel eentje bij. Om een foto te plaatsen op een artikel op Wikipedia gaan we naar bewerken. We kunnen ook kiezen voor brontekst bewerken, maar voor het toevoegen van een foto is het bewerken in de visuele editor, zoals die heet, een heel stuk makkelijker. Eigenlijk wijst het zich daarna redelijk vanzelf, want we hebben hier een hele mooie lijn waar het woordje invoegen staat. En dat is wat we willen doen. We willen een foto invoegen. We kiezen voor invoegen en we zien hier meteen dat we veel meer dingen kunnen invoegen. We kunnen een afbeelding of een filmpje invoegen, een schabloon, een tabel, een galerij, een wiskundige formule, een grafiek en dergelijke. We kiezen voor afbeelding en media. Hier laat hij zien of je recent op Wikimedia Commons een foto hebt geüpload. In dit geval is daar nog niks, dus er staan hier geen foto's. We kunnen kiezen voor uploaden als we een bestand zouden willen uploaden van onze eigen computer. Dat kan alleen maar als het je eigen werk is en als je de auteursrechten bezit op het bestand dat je gaat uploaden en je het vrij wilt geven onder Creative Commons naamsvermelding gelijk delen 4.0. Natuurlijk moet je ook akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Wij willen op dit moment niet iets uploaden van de computer. Wij gaan zoeken naar een bestaande foto. We weten niet precies wat de naam is van de foto, dus we gaan een beetje gokken. Nou, daar zit meteen de foto bij die ik zoek. Het is niet deze foto, die eigenlijk ook goed in het artikel zou passen. We hebben hier de weerman van RTV Oost. We hebben hier de foto die ik zoek. En we hebben hier nog foto's die er een beetje mee te maken zouden kunnen hebben, maar die we niet nodig hebben. We kiezen hier voor deze foto en we klikken hem aan. We controleren of dit de foto is die we willen. RTV Oost, Wikikring Twente in 2022. RTV Oost bezoekt de Wikikring Twente in de Openbare Bibliotheek Hengelo. Dat is de afbeelding die we willen gebruiken. Dus we kiezen voor deze afbeelding gebruiken. Op deze plek kunnen we kiezen voor het invoegen van een bijschrift. We schrijven erbij wat de foto inhoudt. We hebben de alternatieve tekst ingevuld. We kunnen hier dus, zoals je ziet, ook kiezen voor bijvoorbeeld vet en cursieve tekst. En ook hier kunnen we dingen invoegen. Dat doen we allemaal niet. We houden het zo simpel mogelijk en we kiezen hier voor invoegen. En opeens is die hier netjes op de juiste plek gaan staan. Met het bijschrift. En kiezen we voor wijzigingen publiceren. We geven aan wat we hebben gewijzigd. En we kiezen voor wijzigingen publiceren. We zien hier dat de bewerking is opgeslagen. En nu staat deze foto bij het artikel van RTV Oost. En zo kun je een foto toevoegen aan een Wikipedia-artikel.